Jij was hier ook echt kwaad over, hè? Ja, niet kwaad, ziedend. Echt razend. Ja. Ja. Ja, ik ga voor de eerste keer in de geschiedenis ook mijn instellingen aanpassen. Dus de kleur van de ideale wereld pas ik aan mijn kwaadheid. Voilà. Zo kwaad ben ik dus, hè, mensen. Zo kwaad, hè? Ja. Ja, want uiteindelijk, de tijdloze... Kijk, dat is, ik vind dat een goed initiatief. De titloze, ja. Dat is goed, maar dat gaat enkel over het feit dat er geen vrouwen in zitten. Want er zijn zoveel minderheidsgroepen die niet in de tijdloze zitten. Bijvoorbeeld slechts 2 niet-blanke artiesten in de tijdloze. Hier, Jimi Hendrix en Prince. Dus ik roep op voor de hashtag... hashtag Zwarte Pietloze. Hè? Leuke woordspeling, gaat er altijd in. Ja. Nul. Nul. Herhaal, nul moslimartiesten. Terwijl... Zeg mij nu een keer dat dat niet tijdloos is. Dit is tijdloos. Hè? Dat is toch prachtige muziek? Dus hashtag besneden pietlozen. De moslims moeten er ook in. Heel goed. Wat is dat nu, zeg? Ja. Slechts, hè? Amper. 1 homoseksuele artiest. Freddie Mercury. Dus hashtag besmette pietlozen. Dat is een vooroordeel. Dat is een vooroordeel. Maar je bent woedend. Dan mag het. Dan mag het. Excuseer, ik word nog razender. Nul transgender artiesten. Nul. In de hele 100 artiesten en geen enkel transgender artiest. Dus de hashtag pietlozeloze. Ja. Voilà. Ik ben ook constructief. Hashtag de oplossing. Wat gaan we doen? In de tijdloze van de 100 mensen, 50 mannen, 50 vrouwen. Elk de helft. Van die 100 mensen, 55 Aziaten, 25 zwarten, 15 blanken, 5 Zuid-Amerikanen. Gewoon hoe dat de wereld is verdeeld. Van die 100 mensen, 1 succesvolle artiest, 99 niet succesvolle artiest. Dat zijn de echte verhoudingen. Ja, ja. 99 kutplaten, laat ons eerlijk zijn. In die verhouding, 12 lichtgehandicapten, 3 zwaargehandicapten en 85 mensen die niet beseffen hoe goed ze het wel hebben. Want zo is de verhouding ook in de wereld. Ja. En tenslotte, ik weet niet of die cijfers volledig up-to-date zijn, 40 jager-verzamelaars en 60 sedentaire landbouwers. Maar nogmaals, ik weet niet wat die cijfers komen. Ik ben blij met deze woede uitbarsting. Oh, het is eruit. Dankjewel, Jelle de Keulen.